Ja, wat kunnen ze op links toch verschrikkelijk slecht omgaan met hun verlies van de verkiezingen. Ja, om te beginnen, heb je dit fotootje gezien op de social media? Hier, kijk even, deze foto. Hier. Die werd geplaatst door mevrouw Bromet van de GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, en die zet daar aan bij van, ja mensen, ja. Alsof de Dylan niet even met Wilders mag praten. En als Dylan in gesprek zou zijn geweest met Timmermans, dan zouden wij daar dan een fotootje van geplaatst hebben. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar zij wel. Ja, ze kunnen het zo slecht hebben. Ja, heb je ook gekeken naar die verkiezing voor de Kamervoorzitter? En wat er toen gebeurde? Ja, dus op het moment dat werd gezegd dat Bosma had gewonnen, hebben jullie toen gekeken naar die gezichten daar bij GroenLinks en D66 en Partij van de Arbeid. En heb je ook dat hele zure gezicht gezien? Hier, deze, van Knulletje Klaver. Kijk, kijk, kijk. Zie je hem? Knulletje. Die kan het ook helemaal niet aan. Die gaat het ook niet lang meer maken, hoor, trouwens. Ja, in die kamer. Die denkt, oh, wat een ellende. Wat is... Ja, en heb je ook gezien Timmermans? Timmermans, ja, die zat ook zo erbij, toen die Bosma had gewonnen. En toen, nou, toen gingen ze toch maar feliciteren. Hier, kijk even hoe die erbij staat, die Timmermans. Ja, alsof die even komt te condoleren hier bij een begrafenis. Oh, ja. Nou, ze moeten er maar aan wennen, hoor, daar op links. Ja, en de tekst voor de Polonaise van Arie Ribbers, ja, die wordt aangepast. In het vervolg is het bij Hoevelaken rechtsaf. Hey.